Oh my god, Shelly! And that's what I intend to do. Hopelessly give hopeless. Ja, hallo bewoners van de GameStad. Dit was een hele leuke opening van deze video, of niet dan? Oh, heb je dat gefilmd? Ja, dit zit er gewoon op. En dit gaat gewoon in de video komen. We gaan natuurlijk vandaag weer zoals altijd Brawl Stars doen. Ja, niet altijd trouwens. We spelen ook gewoon heel veel Minecraft op dit kanaal. Maar goed, we gaan in ieder geval nu even lekker knallen hier met mijn vriendin Chelsea. Hier op de achtergrond zit ze op een bal te liggen of zo. Ik weet ook niet precies wat er allemaal gebeurt. In ieder geval, we hebben net op een Minecraft ook een video geüpload en daar hebben wij ook echt zitten knallen en ik heb mijn vriendin een beetje misschien in haar gezicht geslagen. Moet je even kijken op Minecraft als je wilt zien dat ik mijn vriendin in haar gezicht sla. Ja, nee, zo is niet helemaal gebeurd, maar ongeveer wel een beetje. Dat is wel gebeurd. Helemaal niet gebeurd. Wat we gaan... Knockout. Ik hoor je niet, joh. Je bent veel te ver weg. Knockout! Oh my god, de buren hoor je. We gaan nu even knallen met een duo showdowntje. Mag ik misschien wel een partyleader zijn of mag dat ook niet eens meer? Oké, dankjewel. Dan gaan we een duo showdown doen en even kijken. Oh, edelstenengrijn wil ik ook nog doen. Want je bent gewoon uit de party gegaan. Je bent echt een badaap. Maar ik heb je uitgenodigd in ieder geval. Dus je zou mij kunnen joinen. En dan klikken we op ik ben klaar. En ik ben er klaar voor. Dan gaan we even knallen met z'n tweeën duo showdown. Even een win knallen. Ik denk dat je cold gaat kiezen. Ja hoor, natuurlijk. Want je hart is ice cold. Het spel wordt over een paar minuten onderbroken. Onder onderhoud. Je kunt geen nieuwe spellen starten tot de onderhoud. Afloop onderhoud. Nee! Dus dan doen we nog even opnieuw pauze zetten. En dan dadelijk gaan we verder. Joep! En daar zijn we weer, want volgens mij werkt het nu wel allemaal. Wat wilden we eigenlijk doen? We wilden toch gewoon... Ik weet niet eens meer wat we wilden doen. Volgens mij... Showdown. Showdown? Ja, ik dacht het ook. Dan gingen we hiermee doen. Jij met je Colt, ik met mijn Shelly. En gaan we snel eventjes winnen, snel eventjes gaan. Als we willen dat meer Shelly gaat zingen, laat het dan even weten in de reacties. We willen Chelsea horen zingen. Zeg ik nou Shelly? Je zei Shelly. Ja, deed ik niet expres. Dat is dan nog het ergste eigenlijk. Nou, ik weet je naam gewoon niet altijd. Oh? Ik ga ondertussen probeer ik die barley hier af te maken. Kan je me helpen? Oh my god, gedood. Kom. Oh my god, ik was bijna dood, Shelly. Chelsea. Oh my god. Oké, daar gaan we dan, hè? Ja. Gaan we hierin? Ja. Yeah. Hier de storm in? Ja. Yeah. En dan gaan we hier deze Shelly afmaken. Go! Bra. Daar heb je een boel, daar heb je een Colt. Oeh, die Colt kunnen we hebben. Hij zit hier tussen ons in. Oké. Okay. Oh my god. Run! Bochtje. Oh my god, je had een bochtje moeten maken. Je liep in de rechte lijn. Dat is zo niet slim. Ja, het was ook niet slim dat jij dood bent gegaan, maar. Oké, revenge. Nog een keer. Maar het ding is... Ja, als iemand achter je aanloopt en die valt je aan, dan moet je niet in een rechte lijn... Oh, hallo, het duwt me helemaal. Je moet niet in een rechte lijn lopen, Shelly. Je moet dan wel een bocht maken, anders kunnen we je raken. En jij moet niet doodgaan. En jij moet me niet meer Shelly noemen. Oké, daar gaan we dan. Duo showdown, alle teams tegen elkaar. Dan ga ik links. Sorry voor mijn gekke geheig. Ik heb jeuk aan mijn neus. Dan doen we deze nog even afmaken. En kablam! Die hebben we nu ook in de pocket. Heb je nu alweer mensen achter je aan? Nee, ik heb een meteoriet. Oh, je verdiende dat. Weet je, jij verdient? Een knuffel, liefde, een lief meisje, een lief vriendinnetje. Je hebt een lief vriendinnetje. Niet helemaal. Dat is niet helemaal correct. Kom, kunnen we die barley of die dynamite nog even afmaken? Gisteren heb ik trouwens op Marniker ook nog een video geüpload. Dat was Brawl Stars in Fortnite. Ja, precies dat. Moet even nadenken. Zeg ik nou op de verkeerde manier of zeg ik nou goed? Dus heb je die dynamite maar in mijn uppie. Ik heb het wel gezien. Ik zag het gewoon. Ik was gewoon toe aan het kijken. Ja, daar heb je dus niks aan. Iedereen heeft jou gewoon gezien. Wow, je was gewoon een enkel op dood. Hoe dan? Pas op, hè. Hier heb je die Nita, hij is in zijn uppie, die zit hier bij mij. Hij is aan het rennen. Kom! Ben je nou aan het rennen voor niemand? Nee, er kwam eerst een meteoriet. Ja, ja. Oké, die hebben we. En die hebben we ook. Nou! Auw! Die verdiende je. Dit is echt heel stom, want dan moeten mensen de andere video kijken op Marnik. Anders begrijpen ze niet waarom je tegen mijn gezicht aan sloeg. Dus kijk hem.
Dat deed echt heel veel pijn. Ik vergeef het je nooit. We gaan nu eventjes edelstenen graai doen. Dan gaan we met, niet met deze. We gaan even een andere krokodil daarvoor kiezen. Ik weet dat de downtime die net was, daardoor is Sproot, die is daar een beetje door aangepast. Dus we gaan met Sproot proberen. Maar Sproot is wel een stukje minder sterk geworden. Dus de blokkade die ik plaats, die kan volgens mij nu kapot gemaakt worden. We gaan het allemaal meemaken hier. In de nieuwe versie van Sprout. Of hoe je het ook wil noemen. Het is in het Engels natuurlijk Sproot. Ah, oh, je praat zoveel. In Nederland. Hoezo? Ik ben gewoon dingen aan het uitleggen. Ja, ik weet zeker dat niemand interesseert. Nou, ik denk het wel. Het boeit niemand wat Sprout eigenlijk betekent. Ik denk het wel. Maar jou niet misschien. Nou, ik heb daar een blokkade geplaatst. Daar kunnen ze nu niet doorheen. Maar dan kan ze wel afmaken. Als het nee, moet. Er is maar één kolt in de straat. Ja, help ons dan. Doe dan iets. Pra, ik heb weer een blokkade geplaatst. Maar deze zouden ze nu in principe volgens mij dood kunnen schieten. Of kapot kunnen schieten met hun special. Maak hem af. Oh my god. Hij is dood. Ja. Hij is dood. Nu maak je die Rico nog af. Kom op. En dan is er nog een colt die kun je nu ook afmaken. En maak iedereen af en dan kunnen we winnen. Chicken dinner winner. Oh my god. Zij hebben gewoon alle edelstenen. Seriously? Oh. Seriously? Ja. Oké. Oh my god. Het gaat niet goed, jongens, met ons. En ik ben ook niet heel gefocust aan het spelen, nee. Moet ik eerlijk bekennen. Maar ik... Help me dan. Ja. Je loopt ook om een rots heen, terwijl we de andere kant op lopen. Hier, nou, we kunnen jullie alles overnemen. Jij moet niet naar het midden gaan, hè? Want nee, jij... dat weet ik ook. Oh, je deed het wel bijna. Nee. No. Help! Oké, hij is bijna down. Hij heeft mij... Ik heb het gered. Ik heb het leven van het team gered. Hoe vind je die? Oh, ja, ja. There we go. Alright. 3, 2, 1, kablam. Heb ik je goed beschermd? Ik heb het team gecarried. Hoppakee. Dat heb je niet. Ik heb geen spierballen meer. Komt door de quarantaine natuurlijk, hè. Ik, ja. Ik kan niet heel confronterend zijn, maar voor de quarantaine had je ook geen spierballen. Ik had heel veel spierballen altijd vroeger. We gaan eens eventjes nog een showdown doen. Solo. Nee, duo, helaas. Ik ga dan wel een knokkertje kiezen die van dichtbij lekker goed... Nee. We gaan even met jou en zo even doen. We gaan dit doen. We gaan een knokballetje doen. Nou, let's go, knokbal. En daar gaan we dan knokken in knokbal. Mag ik met jou knokken? Wij knokken best wel vaak op knokbal. Maar ik win altijd. No time, gotta move. Ja. Oké, daar gaan we dan. Maak die duw nog even af. Alright. Kom dan! Ik heb je speed gegeven. Gaat die stilstaan? Wat een aardappel. Nou, pak die bal en schiet hem erin. Goed zo. Zo moeilijk is dat ook niet. Nou ben je heel onaardig tegen hem. Dat vind ik niet aardig. Dat is niet waar. Oké, daar gaan we dan, hè. Maak deze dude even af. Wat denk jij? Dat ik hem niet aan kan? Stress! Jongen, je denkt mij te kennen of wat? Ik ben gewoon de speed, ik ben gewoon de flash. Ik ben gewoon de flash en ik knal hem erop in! Had je niet verwacht, hè? Nee, niet van jou. Nee, die had je niet aanzien komen, dat dacht ik al. Ben ik weer sterspeler? Jij bent sterspeler. Hé, maar hoe staat het met jouw clubje eigenlijk? Mag ik eens even kijken, of niet? 46 leden heb jij. Je hebt hem op 10.000 trofeeën staan. Er kunnen nog heel veel mensen in jouw clubje. En natuurlijk ben jij de laatste. In mijn clubje ben ik ook de laatste. Even kijken hoor. Hier onderaan sta ik, maar ik kom wel dicht bij de rest. Deze is dichterbij. Het verschil wordt minimaal, jongens. Oké, dan gaan we nu eens eventjes... wat vond je nou het leukste? Een showdown vond je het leukste altijd natuurlijk. Ja, kies ik er wel eentje voor Close Combat. Doe ik denk ik toch deze kiezen. En dan klaar. Let's go, Shelly. Daar gaan we dan. De video op Marnikar vond ik eerlijk gezegd leuker dan deze. Want daar heb ik Chelsea in het gezicht geslagen.
Dus die moet je even kijken. Ik vind deze leuk, want hier heb ik jou in het gezicht geslagen. Maar hier heb jij in gezongen, dat vond ik leuker. Nee, ik niet. Ja, ja. Je had het niet door. Ja. Oh, ik dacht, jij gaat naar die andere toe. Nee, ik hoop dat jij een keer het inzicht gaat om naar de andere toe te gaan. Maar nee, hoor. Deze chick, ah, ik ben dood! Shelly! Oh, pas op! Pas nou op! Oh, ik dacht, ik kan die primo aan. Waar is met z'n tweeën? Dat vond ik wel een beetje naar, hoor. Oké, okay, 3, 2, 1 en I'm back. Go. Oké, pakken die gelijk. Ah, dan gaat hij weg omdat hij ziet dat er iemand respawnt. Dun, dun. Hier heb je er weer eentje AFK staan. Pam, 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 pam. Let's go. Oh. Maak hem af. Oh, ik was bijna down. Run. Oh my god, Shelly. Oh my god. Jij. Oh, daar gaan ze. Je kent me toch? Kunnen pakken wanneer ik... Ja, nee, want er waren te veel mensen. Die zitten over in de bosjes. Dan heb ik een probleem als ze dan komen. You're dead, mate. Showdown. Yeah, down, showdown. Er zit daar iemand in die bush hier. Kom. In die bush. Pas op. Jeez, je bent als een kip zonder kop loop je erop af. Ja. Echt een kip ook gewoon, hè. Jij denkt dat het een haantje is. Ik ben ook haantje de voorste. Oh, hij heeft door. Nee, hij heeft me door. Nee. Dan gaan we dan, spannende battle. Komen ze. Bam, goe. Ga je nou weer dood? Ja, ik kan toch niks in mijn uppie? Echt. Stel me teleur. Jij stelt me echt teleur. Jij stelt mij teleur. Nou, als je niet een leukere video wil zien dan deze, check dan ook eventjes Marnica uit. Want daarin heb ik haar in het gezicht geslagen. Was best wel leuk om te zien. Laat het even de like achter, jongens. Ik zie dat ik bijna bij de 6800... Nee, bij de 6750 trofee ben. Dan heb ik weer muntjes. En daarna bij 7000 muntjes trofee heb ik weer een megadoos. En dan kunnen we richting M's gaan. Dan heb ik straks ook M's. En die vind ik altijd zo irritant om tegen te spelen. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.